Dit is predigt nummer 24 über den Lukasbrief. Jun Redner ist Johann Dick. Vergone werd, hier wie bij vers 24 im 9. Kapitel von Lukas ab. Door gaf Jesus seine Bedingungen für die wat am mochten nofallen. Dat wordt bedienen, dat we van onszelf vergeten, en dat we jeder dag zijn schrieds op ons nemen, en dat we hem nofallen doen. Ober hij zegt nog meer wat het bedient, zijn kind te zijn. Vandaar wil ik even het betjanen reden. Ik weet, dit is een thema wat einstige mensen ganz anders verstonen. Du zei je zo'n mensen die zijn, einer zal niemals van zo wat reden. Wils du derch, beweist einer, wo praat sich einer wie, en deit sich damit wichtig. So'ne Menschen behaupten ook, dat het ne Freiheit is, wann irgendwer sagt, hij is nu al een Kind Gottes geworden. Ich hoop, du nimmst die von der die Tiet tote Hirn, wat de Bibel über dit wichtige Thema te zeien haft. Denn dort is je te guter Letzt, wat werkelijk talen deit, wat de Bibel über dit sagt. Jesus wie hier noch immer met seine Jünger taub, en hij leert aan, en hij houdt je aan, zoals we vergone werk zagen, je zegt wat het bedienen deed aan no te vallen. Dat meint dat einer dit leven afzeed, dat heet einer staal dat trei, einer vergoot van zichzelf, einer gaf zich aan haan, en dan dat einer welig weer zijn triets op zich te nemen, en aan no te vallen. Dat is wat het bedienen deed een jenger oder een no-faller van Jezus te zijn. Aber dort wie nicht alles. Und ich will von dir den 26. Vers mit Juntop betrachten. Bei diesem Vers redt Jesus davon, dass wir uns mit ihm nicht schämen sollen. Denn wer sich mit mir in meine Wied schämt, mit dem, was die Menschen sehen, sich auch schämen, wenn er in seine Herrlichkeit und an den Vater in der heilige Engel ihrer Herrlichkeit kommen wird. Hier redt hij davon, dat einzige Menschen sich mit arm in seine Wieder schämen worden. Wer wir hier gemeint? Dat wären Söhne, wat Kinder Gottes geworden wären. Dat wäre je Söhne, wat am nofallen deiden. En wann du geleibst, dat einer dort nicht näher weiten kann, dann ha ik für deine Frau. Weißt du näher, of du befried bist? Dat hiet sich nur ne dumme Frau, aber ik meint dat ganz ernst. Kraakt zo als du dat weetst, dat het mol een dag gaf, wo du met die vrouw die truien leidst, en je hunt versproken dat ganse leven true te zijn. Kraakt zo kost du weiten of du mol een dag weer, wo du Jezus ganz oprechtig en dien leven aanloudst, en du aan beden deidst, dat hij al diene zenden vergeven wordt, en die als zijn kind aannemen wordt. Hier meen ik ook niet de diep. Viele Menschen denken hier, dat sie derche Deib geraten worden, dat sie nu door derch Kinder Gottes worden. Aber dort lehrt die Bibel nicht. Der Deib, der keinen Mensch raden. Der Deib kann uns nicht das eigene Leben geben. Dat kann bloß Jesus. Der Deib ist bloß durchverdor aus ein Bekenntnis von dort, wat in uns Leben all passiert ist. Also, es dat sehr neidig, dat du die selbst entschlüten lässt, Jesus in dein Leben abzunehmen. Bloß ab dieser Weich kann einer ein Kind Gottes worden. Wenn du dort noch niemals so gedungen hast, dann kannst du auch niemals Heilsgewissheit haben. Du hast dann wirklich keine Hoffnung, willst wie worden nicht durch Hoffnung gerat, aber durch einen Glaubensschritt an Jesus sein Tod für uns. Dort heißt, dat ik Jezus ganz klar en duidelijk in mijn leven aanloden dou, en dat ik dat van harte geloven dou, dat als Jezus aan dem dag om kruis starf, dat hij ook voor mijn zinden starf, en dat zijn dood door vertouwrijkt, dat mijn zinden alle betold zijn, die wat ik hem al gedonen ha, die wat ik vielleicht nog van deel donen dou, en die wat ik nog eenmaal donen woa. Wils Gott zet je mijn ganse leven van omvang tot eng. Dort is de ware geboort,
En zo worden we dan aan God zijn familie nageboren, wils we deze schrift en geloven nog aan merken. Hast u dat al gedaan? Wanneer u dat gedaan hast, dan jellen die deze weerd wat Jezus hier heet van betjanen. Wat meint Jezus dan met zich veraam schemen? Denn dat is wat hij hier zegt. Wer zich voor mij en mijn weerder schemt. Wat bedoelt dat? Ik denk Jesaja aan een bijspel wat we in het Nieuwe Testament vingen, hoe dat beschrift wo Petrus zich met Jezus eenmaal schemen deed. Kost u die nog aan de geschichte herinneren? Dat weer je aan dem dag wo Jezus door ver de hohe priesters verheerd wordt. En Petrus jinkt je aan hem heran. Hij wil je zich eigentlich nicht klar doorstellen, wie hij zich een beetje ängsten deed wat de mensen zeggen würden. Hij wil dat niet ganz klar toegeven, dat hij tot Jezus je heren deed. En dan zegt dat door, hij deed zich door wie dat vier abwarmen, wo de andere ook stunden, en luurden, wat dat verheer van Jezus eeuwig wordt zijn. En dan weet wie je, dat door meere mensen zeden, o, du bist wel ook einer van die, en hij deed dat immer verliehen. En toger laatst, deed er sogar vliegen, en zed, ik kan dem nicht. En dan deed je de hoon krijgen. Wat weer dit? Dit weer kracht dat, wovon Jezus reed, Petrus deed zich met arm schemen. Hij wilde het niet toestonen, dat hij te Jezus geheerd. En nu zegt Jezus hier, wer zich voor mij en mijn weerder schemt, voor dem wordt hij zich ook schemen. Wann du een kind Gottes geworden bist, dan komt irgendwann de tijd, dat du moetst voorbetalen. Du moetst een klare antwoord geven, of du aan Jezus in de zijde stijst, oder niet. Of du hem aangenomen hast, oder niet. Ik denk hier aan een ware geschicht van een gewissen man, die heet Willem. Hij deed in een grote geschaft arbeiten. Des man wie een oprechter Christ, wat Jezus in zijn hart had opgenomen. En de stof, waar zijn arbeidsdash stond, had hij een christelijke spruch aan de wand opgehangen. En die zei, Jezus deed ons niemals teischen. Eines dagens kwam die Eerjendijmen aan, en die zei te Willem, dat hij zeer tevreden weer met zijn arbeid, aber een ding gefallen hem niet. Hij gelijkt niet den christelijke spruch aan de wand. Die post bloos niet aan zijn geschaft nemen. Den soll hij van de wand lieber aufnehmen. Dan zegt Willem, ik heb al jaren voor die geschaft, en ik heb mijn beste gedaan, dat die geschaft goed raant. Dat kan aber zijn, dat ik die hier en daar enttäuscht heb. Aber weißt du, Jezus heeft mij nog niemals enttäuscht. Doorwegen kan ik den spruch niet waarnemen. Wann die waag moet, dan moet ik ook gonen. En weet je dat namen poor deel? Wat die een dame waar dat trek kwam naar Willem, en hij zei te Willem, weet je, ik heb me dat nog eenmaal even laagd, den spruch kost u door een wand houden, en ik wou die loon hecha merken. Weet je, mensen leren dan nog, dat wie zullen een klaret woord hebben, en dat we ook welig zijn door hingen te stonen, en don't wat het kosten deed. Bij Willem kon het zeer leicht gewaas zijn, dat hem dat de arbeid gekost had, aber hij wil zich niet voor Jezus schemen. Hij stond bij hem, en wann ook andere mensen door je gewieren. Wo zit het dan bij ons? Zijn we ook welig onze arbeid op spel te zetten, bloos doorwegen wils wie Jezus trouw zijn willen? Bij ons kon dat zeer goed zou loten. We hebben vielleicht een grote menschenfurcht, dat we niet toegeven willen, mank andere mensen, dat we Kinder Gottes geworden zijn, door Jezus zijn grote genoot. Wann du dat nog niet weetst, of du al van Jezus aangenomen bist, en dat eeuwige leven hast, dan is je dat ook armeilig voor die, dat du Jezus bekennen deist. Deze weder, zet hij te zonen, wat hem aangenomen hadden, en zijn Kinder geworden wären. Zo'n mens, wat nog geen heilsgewissheid heeft, kan je ook gar niet vrede van reden.
Die kon je ook gewoon niet voor Jezus een zeichenis afleiden, wie zij nog maar bloos hopen deed, of met Jezus persoonlijk nog geen verhältnis heeft. Dan red ik je nu besonders voor wat Jezus aangenomen had. Vielleicht zijn die Eltern en die Geschwister nog geen ware geborene Menschen. Ze würden zich bestemd over die Dom haben, en die zeien, du wirst ganz verbiestert. Ze würden vielleicht die sogar meiden, willst du ook zo'n Mensch geworden wirst, wat zich wel te zeien, Jezus heeft mij alle Sünden vergeeft en heeft mij ewig Leben geschenkt. En don't wat Menschen even ons zeien, wann wie Kinder Gottes geworden zijn, durch den Glauben an Jezus, dan zal wie Friede van reden, wils wann wie stel zijn, dan dou wie ons met Jezus schämen. Dat woord van Jezus is zeer streng voor die, wat zich met hem schämen. Hij wordt zich om laatste dag ook voor die schämen. Wanneer ik dit woord rechtig verstoor, dan meint dit niet, dat Jezus zo'n mensen dan dat heil wegneemt. Nee, dat wie niet wat Jezus met Petrus deed, als die hem verleiden deed. Hij kijkt hem bloos zeer treurig aan. Dat wie je nu, dat Petrus bitterlich hield. Ik denk hier ook aan den Bibelvers in 1. Korinther 3, 15, wo dat zegt. En wann irgendwem zijn woord verbrennen wordt, dan wordt hij schoden lieden. Hij zelfs wordt zeilig worden, ob er mal zo als derchem vier. Wat meint Jezus dan, als hij hier ziet in den 26. Vers? Met dem, wat de mensen sehen, zich ook schämen, wann hij en zijn Herrlichkeit en aan den Vader en de heilige Engel ihrer Herrlichkeit komen wordt. Wann dat nicht bedienen deed, dat hij den Mensch verloren gonen laat, dat hij den Mensch in de Haal nemt schmidt, wann het dat nicht meine deed, wat meint hij damit, dat hij zich voor deze Menschen schämen wordt, wie im himmlischen Vader en voor de heilige Engel in ihrer Herrlichkeit? Ik denk hier aan een Beispiel uit de Familie. Wel, wenn's dat mal versieken zo verder stellen. Wie kennen je durch den Glauben en Gott seine Familie nennen geboren worden? Dat nan wie de Vader geboort, wann een Mensch een Kind Gottes wordt. De Bibel leert ons, dat alle die dat donen, metgelieder worden aan Gott seine Familie. Nu denk je mal terug aan die tijd als du een Kind wirst en jene Familie. Wo wie dat dan, wann die Eltern dan mal spazieren voeren en leiten die met de andere Kinder thuis? Vielleicht bestellen ze, dat du sollst het vee besorgen. Du sollst ook niet voor jeden de Pierd te drinken, en zo wieder en zo wieder. Oder, ze zeiden die, du sollst nur die kleine Kinder abpassen, dat die nicht irgendwo te spät komen. Als de Eltern dan nicht weich wären, dan deidst du krank dort, wat die gefallen. Kinder zei ja eens mal zo. Ze verjeten dan zeer bol, wat de Eltern besteld hadden, en dan doen ze even dort, wat anschein jet, en nachher, ab einmal als het eerst te lood weer, dan denken ze eraan wat ze hadden doen zult. En nu wel ons dat mal een beetje wieder verstellen, dat die Eltern komen met de tijd naar huis. En die hebben sogar vielleicht een tante metgebracht, oder de grootvaders. En nu komen ze op een hafen op, en dan denkst du op einmal eraan wat die hadden doen zult, en die hast het niet gedaan. Wat wie dat dan? Als ze dan uitvangen dat du wirst ongehoorzaam geweest, dan gaf dat ohnen Twiebel Lohm en vielleicht ook Priegel. Vielleicht hadden ze sogar voor die een Geschenk metgebracht. En dan kreegst du dat Geschenk nicht. Ze gaven die dat nicht, wilst du wirst ongehoorzaam geweest. En ver de Grootelderen oder ver die Tante schämden zich, die Eltern, dat ze die hier nu moesten zo uitlomen, dat du an wirst zo ongehoorzaam geweest. De Eltern schämden zich met die. Nu gaan we bij een schrat wieder. Jo, du deist Schoden lieden, du kriegst dat Geschenk nicht, du kriegst vielleicht sogar Priel. Aber deiden die Eltern die dann uit de Familie rutschmieten? Nee, dat deiden ze nicht. Wann ze die ook bestrofen mussten, schmeiten ze die nicht uit de Familie rut. Du wirst noch immer erkend en blijfst dat ook. Aber du wirst een ongehoorzame Kind gewast. En zo is dat door. In 1. Korinther, Kapitel 3, steht, wat ik las, da heet het, wann onze woorden, en dat redt hier nicht van mensen, wat zich derche woorden wellen, dat
uit je leven verdienen, wie laat je het je niet? Ob een zonen wat al tjenga Gottes geworden zijn, wat zich bekeerd han, wat waarder geboren zijn. Want die er woorden worden verbrennen, en dat is ook meilig. Die worden schoden lieden, ob ze zelfs worden zeilig worden, ob er rood zoos, wann ze dat het vier gekomen zijn. Dat heet, ze han nuscht anderd, ob ze han het eigen leven. Wo is zo wat meilig? Ik leef zo wat is meilig, dat wann een mens Jezus Christus ook aan zijn leven opneemt. En hij wil hem ook navolgen, ober hij schämt zich voor Jezus. Hij deed niemals davon reden, hij wil geen dat weiterlaten. Dan is dat zo'n woord, wat verbrennen wordt. Hij heeft zich voor dem Herrn geschämt. En daar wordt de Herr zich ook aan dem dag voor hem schämen. Dat heet, wann hij dan komen wordt, en de jaren wordt van God zijn Herrlichkeit en de Herrlichkeit van de Engel, wordt Jezus zich bij God en de Engel met ons schämen, weil wir am so schlecht gedeint haben. Ob er sonst das Wort da sagt, wird er uns nicht utsin recht rütschmieten. Er nimmt uns an, weil er uns dann einmal als Kind und seine Familie leid neugeboren worden. Nu frage ich dich von dir zwei Fragen. Das erste ist, dass wir sicher merken, dass wir Jesus in uns Leben haben abgenommen. Da du hast nichts anderes verloten als das, dass du mal nur Jesus gekommen bist, dass du am deine Sünden bekannt hast und dass du am gebet hast, dass er in dein Leben ein Mensch kommt und deine Sünden verjaft und die ewige Leben jaft. Wann du das getan hast, mit einem abrechten Wort, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und dann sollst du auch davon klar reden, dass du das getan hast. En weißt du, wann du dat deist, dann wird die auch innerlich diese Gewissheit kommen, dat Jesus die angenommen hat. Hier liegt sehr fürchende Trubel. Wie trüen den Herrn Jesus dat nicht tau, dat hij uns wirklich haft dat ewige Leben gegeeft. En willst wir dat nicht daunen, tja wie auch kein Bekenntnis aufleihen. Wie wären uns dat nicht so klar te sein? Aber horche mal, wat de Bibel darüber sagt. In Römer, Kapitel 10, Vers 9 und 10. Wann du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekannst, in je leifst, dat Gott am vom Tod abgeweigt haft, wirst du seilig. Denn wer von Horten geleift, wird gereicht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird seilig. Das ist ein ziemlich klares Wort, nicht wahr? Hier sind zwei Dinge, was sehr wichtig sind. Das eine ist, wie Matten von Horten geleiven. Da ist du dort. Bis wann du von Horten geleifst, dass Jesus wirklich für dich gestorben ist, dann ist das auch reich, dass du dort mit dem Mühl bekannst. Und das sagt hier, wann du mit dem Mühl bekannst, dann wirst du seilig. Dann wirst du Frau worden. Ich möchte dir roden, dass du dort von Horten annimmst, in die wirklich mal wirkst, von Jesus zu anderen zu reden. Davon zu reden, was er an dein Hort gedonen hat. Dat je hier tot hou. Wel, we niet zouden zijn, wat ons voor Jezus schämen. En de tweede grote waarheid, wat we hier van deel gaan, is dit. Schäm we ons met Jezus? Schäm we ons van hem te reden? Schäm we ons dat toe te stonen, voor zonen wat zich even ons dom hebben worden, dat we Jezus aangenomen hebben? Ik wil die moed merken, dat u dat van deel nog deist, dat u die van deel verneemst, ik wil ganz klar mijn voorwaarden bekennen. Ik wil ganz klar toestonen wer ik zie en wat ik gedaan heb. Wel we nu nog te beten. Lieve Herr, wie komen nu waren naar die en wie danken die dat du ons zo aannemst als wie zijn. Wie kennen met een zindjet hoort en een zindjet leven naar die komen en du nemst ons aan wann wie dat oprechtig bekennen en die door hem beden. Nu bid ik, lieve Herr, dat vele mensen wat dat nog niet gedaan hebben, dat van deel doen mochten. Dit is schrijf nu die, dat ze doordurch kinder Gottes worden. En dan bid ik ook voor zo'n wat dat al gedaan hebben. En daar zijn vele bestemd, wat mijn stem hieren. Ik bid dat die den mout kriegen, door klaar van te reden, ook te zo'n wat dat niet leichter worden, wann ze dat zeden. Ik bid daarom dat du dat schenken mogst, wils wie ons niet voor die schämen willen. Amen.
Ik wens je allen een goede week. Op naar